influencer marketing is nog steeds aan het groeien. Logisch, want mensen leggen hun vertrouwen eerder in anderen die je iets adviseren dan het bedrijf zelf. Maar wat zijn nou de verschillende type influencers die er mogelijk zijn? Nummer 1 is mega-influencers. Dit zijn influencers met meestal meer dan 1 miljoen volgers. Over het algemeen zijn dat dus beroemdheden. Deze influencers hebben een hoge status, een groot bereik en hebben daardoor ook grote kosten en slechte beschikbaarheid. Als tweede heb je macro-influencers. Dit zijn bescheiden beroemdheden. Ze hebben meestal 500.000 of meer volgers. Dit zijn professionals en hebben ook een groot bereik, maar zijn ook enigszins duur te benoemen. Als derde heb je mid-tier influencers. Deze hebben meestal 50.000 of meer aan volgers en hebben deze volgers bereikt door een gigantische online aanwezigheid. Ze hebben een hoge engagement, maar scheppen over het algemeen minder vertrouwen, omdat ze het een beetje voor het geld doen. Als vierde heb je micro-influencers. Dit zijn over het algemeen mensen die in een bepaalde branche of markt zitten. Hun content is qua kwaliteit heel goed en hun engagement is best wel hoog. Ze zijn vertrouwenswaardig, hebben waardevolle content en een redelijke prijs. Als vijfde heb je nano-influencers. Dit zijn mensen die 1.000 of meer aan volgers hebben. Hun volgers zijn over het algemeen vooral community-based. Ze hebben hierdoor een grote invloed op ze en hebben wel over het algemeen wat minder hoge kwaliteit content. Wel een goede interactie en een behoorlijk lage prijs. Dat dan weer wel. Dat waren de type influencers die ik wist te benoemen. Heb jij wel eens gewerkt met influencers? En wat was jouw ervaring daarin? Laat het mij weten in de comments.